mij op vakantie gaan, ja, dat staat gewoon gelijk aan content maken. Want het gaat altijd, de hele productiestudio gaat mee. Ja, dat ding moet gewoon altijd mee. Ja, ik vind het gewoon echt fucking vet dat je gewoon, dit doet niet iedereen. En het is gewoon heel anders dan andere mensen doen. Kijk, ik wil gewoon altijd naar een hele vette locatie, zodat je gewoon echt dikke shots kan maken. En ja, zo'n standaard vakantie, ja, dat is gewoon niks voor mij. Nou, de eerste keer dat ik met die drone de lucht in ging, dat gaf me echt een stressgevoel. Want dat was op Madeira ook. Tussen de bergen en helemaal niet nagedacht over het landen weer en zo. Dus toen moest ik hem ook de allereerste keer met mijn handen uit de lucht pakken. Meteen mijn vingers tussen de propellers. Maar ja, daarna was het ja, wel heel vet natuurlijk. Omdat je dan toch dat beeld uit de lucht wat je nou altijd wilde maken, dat kan je dan eindelijk maken. En dat is wel heel vet om te zien dan. Nou, ik ben Tim. Ik ben foto- en videograaf. Nou, we zijn dus in de Ardennen en het mooie hieraan is dat je heel verschillende natuur hebt. En je hebt een beetje bergen of heuvels, je hebt heel veel bomen en ja, dat biedt gewoon heel veel mogelijkheden op. Je moet wel echt goed kijken waar je gaat vliegen. En, ik hou heel erg van om naar mooie plekken te gaan in de natuur. En om dat dan te combineren met wat we nu gaan doen met die dikke auto. Dat we een beetje actiebeelden doorheen gaan doen. Ja, ik denk dat dat een hele toffe combinatie is ook. Nou, toen ik begon hiermee, toen ja, was het eigenlijk heel simpel. En, ja, je gaat gewoon wat dingetjes proberen en ja, je doet maar een beetje wat. Maar uiteindelijk, ja, je wordt er steeds beter in. Je wilt steeds vettere dingen maken. Dat is sowieso prettig met die DJI-drones en ook deze, is dat het echt een goede combinatie is voor foto en video. Dus je kan met beide, fotograaf of filmmaker, je kan er allebei goed mee overweg. En ja, voor mij is dat heel chill, want ik doe het allebei. Dus ja, dit is echt ideaal voor mij. Ja, normaal sta je dus, had je dus alleen een camera in je hand en dan kon je eigenlijk alleen vanaf de grond kon je natuurlijk schieten. En als je dan de mogelijkheid hebt om het vanuit de lucht te schieten, ja, dat geeft gewoon een hele bijzondere blik ergens op. Dan kan je plekken op een hele andere manier in beeld brengen en dat is gewoon heel tof om te doen. Dus als jij op dat pad hier zo kan beginnen, dan zeg ik wel wanneer je kan starten. Ja, kom maar! Waar ik wel naartoe wil, is wel meer van die cinematische video's te gaan maken. En dan komt hij straks terugrijden en dan pakken we nog eventjes een laag shotje ermee. Omdat ik dat gewoon heel tof vind, de combinatie van reizen en cinematische video's te maken. Dat lijkt me gewoon heel tof om, ja, om me daar meer in te ontwikkelen. Oh ja, dit is echt heel vet. Zo met die bomen zo. Laten we hier eventjes stoppen. Ja, waar ik toch wel het meeste naar uitkijk is dat we lekker door die bospaadjes gaan crossen en dat ik even met die drone erachteraan kan vliegen en ja, dikke shot maken. Ik heb CMD gestudeerd, daar ben ik er eigenlijk pas achter gekomen dat dit echt mijn passie is. Ik wist vroeger eigenlijk nooit precies wilde, was nooit gemotiveerd voor iets en toen ik op die opleiding kwam, toen kwam ik erachter dat ik gewoon ja, contentcreatie, dat dat echt gewoon mijn ding is. Ja, dit is dus perfect voor een drone, want die staat hier heel laag. Dus dan is het moeilijk om met een normale camera om die grootsheid van die brug dus goed te pakken. En ja, vanuit de lucht kan je dit natuurlijk perfect ja, in beeld brengen. Dus dat is wel heel vet. En nu ben je toch wel wat bewuster bezig met ja, de keuze die je maakt om ja, je verhaal neer te zetten. Toch overleefd met de regen. En ja, daarbij is een ja, dronebeelden is daarin wel echt een groot onderdeel van mijn stijl, denk ik. Nou, we zijn hier nu bij een dam aangekomen. Die hebben wij gevonden op een, via Google Maps. Dat hoort er natuurlijk ook bij. Je moet goed in zo'n omgeving, lijkt alles op hetzelfde. Dus dan moet je goed eventjes gaan uitzoeken waar de mooie plekjes zitten. Nou, dit is dus wel handig, want nu kom ik te dicht bij de bovenkant en dan zie je dat je gewoon overal meldingen krijgt. Met die gridlines, dan kan je dus nu zien, dan kan ik hem beter richten op dat tot het eindpunt. Wat je dus ook weer gaat helpen om recht te vliegen. Nou, dit is zeker een uitdaging, want het pad loopt ook niet helemaal recht.
Oh fuck. Ik verloor mijn GPS. Is die gecrashed? Ja, dan ligt hij daar op de grond. Hij ziet er nog goed uit. Ik zie wel wat propellerschade. Dus we gaan het even checken of hij het nog goed doet. Nou, de propellers die zijn goed naar de kloten. Ik zie wel wat smerigheid erop. Maar gelukkig hebben we extra propellers bij ons. Ja, die propellers kan je heel makkelijk vervangen. Het is een heel simpel druksysteem. Je drukt hem in, draait hem en je haalt hem eruit. En dan zet je zo weer de nieuwe erin. Nou, dit is sowieso de schuld van DJI. Nee, maar dit is gewoon mijn fout. We zijn aan het kijken om mooie shots te maken. Dan probeer je gewoon de limieten van die drone op te zoeken. Want dan krijg je de vetste shots. En dat ging nu eventjes fout. Nou, gaan we weer even een rondje vliegen. Ja, en je ziet natuurlijk op internet heel veel andere gasten die ook heel veel vette dingen maken. Nou, hier op de berg is dus dat kasteel, zien we. Daar word je natuurlijk wel door geïnspireerd en dan denk je, nou, misschien moet ik dit ook even zo proberen. Je doet dit een keertje, je doet dat een keertje. Zo ontwikkel je je eigen stijl dus ook door juist de dingen die jij vet vindt samen te voegen tot één stijl eigenlijk. Ja, ik had eigenlijk niet verwacht dat er zoveel mooie plekjes in Ardennen zouden zijn. Oké, ik sta klaar, dus je kan komen. Maar toch die off-road weggetjes, daar doorheen banjeren met die auto, dat is toch wel het vetst. En ik ben zeker onder de indruk. Ik had het echt niet verwacht dat het zo zou zijn. Om het interessant te houden, ja, dan heb je natuurlijk wel meerdere facetten nodig. Je moet letten op je compositie. Als je dat dan samenvoegt met de natuur hier en bijvoorbeeld off-road gaat, ja, dat werkt gewoon lekker samen. Ja, die was perfect. Kom maar weer terug. Nou ja, normaal gesproken dan vlieg ik echt op hele open vlaktes en tussen de bergen, noem maar op. Dan heb je gewoon geen last van signaalverlies. En omdat we in dit gebied zitten, heb je zoveel bomen, gebouwen, bruggetjes, elektriciteitsmasten, noem het allemaal maar op. En toch merk je wel dat hij daar soms wat moeite mee heeft. En dat is ook niet onlogisch, maar het is wel jammer. Ik vind dat hele proces gewoon heel tof, want je moet eerst al je moet alles gaan plannen, je moet mooie plekken gaan zoeken. Dan moet je een dikke 4x4 auto moet je erbij regelen. Daarna moet je moet ik met jou afspreken van we gaan het zus en zo doen. En als het dan allemaal op zijn plek valt, dan dat is gewoon heel tof om te zien. Ja, ik vind dit wel echt uniek hoor. Kijk, bij de Ardennen dan denk je alleen maar bomen en bos, maar dan heb je op deze mooie plek heb je ineens zo'n pareltje ertussen zitten. Nou, dat vind ik echt vet hoor. Nou, we waren net bij een ander kasteeltje en toen kwamen we iemand anders tegen die ook een drone had. En die zei ons dat dit kasteeltje er ook was. En het was maar 15 minuutjes rijden. Dus het is ook meteen een mooie plek om die mastershots uit te proberen. Het mooie is, hij doet nu al het werk. Dus ik hoef zelf helemaal niks te doen. Ja, het is natuurlijk wel heel leuk dat je meteen een edit van je shots hebt. Dus het is zeker een leuke toevoeging van de drone. Ja, doe maar. Ik vond het wel echt heel dik om te doen hoor. Zeker. Al met al heb ik wel een beetje ego-schade opgelopen, denk ik. Toch een keer die drone gecrashed. Maar gelukkig viel dat mee. En hebben we toch hele dikke beelden kunnen maken. Nou, het dikste shot vond ik toch echt wel. Dat shot van die auto door die naaldbomen heen. Dat ik zo recht op jou afvloog. Ja, dat was wel echt het vetste shot, denk ik.